Maar eerst is het belangrijk om te bepalen of de stad er nou op vooruit of op achteruit is gegaan. En dat gaan we niet doen over de afgelopen maand. Dat gaan we ook niet doen over 2017. Nee, dat gaan we gewoon doen over de 5 jaar dat dit programma heeft bestaan. Dus vanaf januari 2013 tot nu december 2017. Normaal gesproken zou het panel daar iets over mogen zeggen. Dat mogen ze ook vandaag en daarover meestemmen. Maar nu mag u, zoals altijd zou ik zeggen, weer allemaal meestemmen. Het is heel simpel, hè? Zo meteen ga ik u een aantal dingen vragen. U kunt een bordje omhoog houden. U kunt ook dingen schreeuwen als u wil. Als het groen is, gaat de stad erop vooruit. Als het rood is, gaat de stad erop achteruit. Nu hebben we natuurlijk geprobeerd een soort van schematische schets, lekker Bram, te maken van 5 jaar stand van stad. We hebben 24 items geselecteerd. 12 dingen die de afgelopen 5 jaar er min of meer bij zijn gekomen. 12 dingen die er, ja, min of meer helaas niet meer zijn. Die gaan we u zo meteen presenteren in 2 lijsten. Als u vindt, en dit is echt enorme production value, dat de stad erop vooruit is gegaan, dan gooi ik zo meteen een stuiterbal in deze groene pot. Nou, het is niet echt een groene pot, het is een pot met groene papiertjes. En als u vindt dat de stad erop achteruit is gegaan, dan gooi ik zo meteen zo'n stuiterbal in een pot met een rood papiertje. Nou, aan het einde, als we dan die 24 items bij langs zijn gegaan, ga je kijken in welke pot de meeste balletjes zitten. En dan weten we of de stad er dus op voor of achteruit is gegaan. Is dat allemaal duidelijk, dames en heren? Ja. Uitstekend. Nou ja, fijn. Bent u dan ook klaar voor? Ja. Dan mag ik van jou de eerste, Astrid. Ja, dit is de zuidelijke ringweg. Tenminste, zo wordt de zuidelijke ringweg. Als het goed is, dan hoeft u niet meer te wachten voor verkeerslichten. En dan is er veel groen. U kunt overal dan lekker in bochtjes onderdoor en zo. Dat gaat op zich best goed, die aanpak van die zuidelijke ringweg. Alleen er is een probleem. Er moet nu een tijdelijke ringweg aangelegd worden. Dat is vrij actueel. En daarvoor moet een parkje. En in een parkje moeten daarvoor bomen worden gekapt. En in die bomen zitten vleermuizen. En vleermuizen, die zijn belangrijk. Er is ook een vleermuizenwerkgroep. Dus op zich is dat al het woord van het jaar. Want waarom zijn die vleermuizen ook alweer belangrijk? U weet niet half wat voor ontzettend interessante beestjes dat zijn. Ze eten bovendien ontzettend veel muggen op. Dus als je een vleermuiskolonie hebt, wees er zuinig op. Want je wordt nooit meer gestoken door muggen. Nee, handig. Daarom heb ik ook een vleermuizenkolonie thuis in de zomer. Dan word ik nooit meer gestoken door muggen. Nu is het zo dat de Raad van State heeft besloten dat die bomenkap opgeschort dient te worden. Waardoor die ringweg aanleg zomaar vertraagd zou kunnen worden. Dat kan zomaar een jaar extra duren. Dat kan zomaar miljoenen euro extra's kosten. Maar wat vindt u daar eigenlijk van? Vindt u dat nou goed? Bent u pro-vleermuis? Groen? En zegt u, ja, natuurlijk, we moeten eerst goed zoeken naar een alternatief voor die vleermuis. Of zet die flikker op met die vleermuis? He, we moeten gewoon lekker kunnen rijden in Groningen over die zuidelijke ringweg. Dat is rood. Dus eigenlijk is het groen pro-vleermuis. Rood, ja, anti-vleermuis is een beetje raar. Nou, stemt u maar mee, hè? Het is een moeilijke deze. Oeh, dat is wel. Ik zeg. Het oudere koor Jong van Hart zorgt voor dat we er vooruit gaan, dames en heren. Ja? Ja, heel goed. Dat is heel goed, dat betekent heel goed. Dan de volgende, dat is de V&D, die is weg. Het baken aan de grote markt. Toen kwam de topshelf. Dat was nog zoveel slechter dan de V&D. Daar zeggen we niets meer over. En nu staat die dan eigenlijk weer leeg. Nu komt misschien de Hudson's Bay. Maar die komt misschien ook weer niet, want het gaat heel slecht met de Hudson's Bay. Dus je zou kunnen zeggen dat Groningen het grote warenhuis de afgelopen 5 jaar is kwijtgeraakt. Gaat de stad er op vooruit? Of gaat de stad erop achteruit? Eens even kijken, dit is een achteruit. Juist. Next, ja, dit is Digista. Kent u hem nog? Ja, was 1,5 jaar wethouder in deze stad na het val van de college over de tram. Dat voelt aan als langer geleden, maar dat valt eigenlijk best mee. Toen hij hier aantrad, toen zei hij tegen de NOS, Groningen, je moet er maar zin in hebben. Maar toen zei hij dit. Ik ben er niet gelukkig over, nee, ik heb wel eens betere dagen gekend. Hij heeft wel eens betere dagen gekend. Hij is verliefd geworden op de stad, maar hij is er niet meer. Digista zijn we de afgelopen 5 jaar kwijtgeraakt. Zijn we er op vooruit of achteruit gegaan? Mensen zeggen heel hard nee, beginnen te schudden. Ja, heel goed. Fans van Digista. Heel veel mensen hebben ook geen mening hierover. We zijn er op achteruit gegaan. Ik kol hem op achteruit. Dan gaan we naar de vierde. Dat is de prostitutie in het A-kwartier. Vanaf 1 januari 2016 geen prostitutie meer in de Muurstraat, de Hoekstraat en de Vishoek. Ja, alhoewel Wim Bulten, hoi Wim, die heeft ongeveer alle panden daar opgekocht. Dus, en die gaat daar waarschijnlijk studenten in stoppen. Dus je zou kunnen zeggen dat het nog steeds een vorm van prostitutie gaat plaatsvinden.
daar. Maar in principe zijn we deze prostitutie in het A-kwartier kwijtgeraakt. Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop vooruit gegaan. Dan dit. Ruud Vreeman. Hij was tussen Peter Reewinkel en Peter Den Oudste een soort van interim burgemeester in de stad Groningen. En hij zong de blues. Hij had één nummer op zijn repertoire en dat zong hij toen bij ons. Cool operator. Cool operator. Cool operator. Cool operator. Cool operator. Ja, dat deed hij ook al toen hij burgemeester van Tilburg was trouwens. En wat er toen gebeurde, mensen zagen dat bij onze talkshow en toen moest hij het overal doen. Als hij informeel ergens in Groningen was, dan kreeg hij een gitaar in zijn hand gedrukt en dan moest hij weer gaan zingen. En dat leverde dan soms ja, deze plaatjes op. Ja, sta je achter een paal. She's a cool operator. She's a cool operator. Maar goed, dus de blueszingende, ja, het is heel charmant. De blueszingende burgemeester zijn we dus kwijtgeraakt. Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop. Nou, dit is voor. We zijn er. Ik zeg, we zijn er toch op vooruit gegaan. Sorry, Ruud. Sorry. De blauwe engel, ja, die is verdwenen. Ja. Het is nu het vaatje, het is min of meer hetzelfde. Maar ja, wie heeft er niet half kotsend getonkt in de blauwe engel? Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan, dames en heren? We zijn erop achteruit. Oh, u ook allemaal achteruit, wat goed. Ja, wat leuk. Nou, ja, te gek. Stampkroeg. Uw stampkroeg, ja. Dat begrijp ik heel goed. Wat ook weg is, is dit. De bierdouche op Noorderslag. U weet hoe dat ging, hè? Als dan de popprijs werd uitgereikt aan de, en dan krijgt de prijswinnende popprijsartiest krijgt dan een bierdouche over zich heen geslingerd. Maar het is een traditie in Groningen, maar zoals u weet, hoe het met alle tradities gaat tegenwoordig, ze worden allemaal om zeep geholpen. Dus zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? De bierdouche die bestaat niet meer, dat mag niet meer. Even kijken, we zijn er toch op vooruit gegaan uiteindelijk. Ja, we zijn toch op vooruit. Ja, u bent een beetje de recalcitrant. Ja, u ziet hem niet, dat is een hele recalcitrante stemmer. In de zaal. Ja, Eelde. Ja, toch een beetje een hoofdpijndossier de afgelopen 5 jaar in de stad Groningen. Er zijn ongelooflijk veel bestemmingen bijgekomen de afgelopen 5 jaar, maar die zijn altijd niet langer dan ongeveer 3 weken hebben ze kunnen vliegen, want dan was die er ook meteen weer van afgehaald. Ik heb even een lijstje met alle bestemmingen die zijn verdwenen in Eelde, vanaf Eelde de afgelopen 5 jaar. Dat is Aberdeen, Rodos, Barcelona, Marseille, Milaan, Palma de Mallorca, Dalleman, Malaga, Salzburg, Innsbruck, Corfu, Tenerife, Bodrum, Lanzarote, Kos en Gdansk. Nou, zijn we erop vooruit gegaan? Nee, dat dacht ik niet. Echter maar. Er zijn ook dingen bijgekomen. Eelde is nu een hub-vliegtuig. Huppe. Weet je wat hub is? Ja, ik ook. Hub is alsof een intercity. Hè? Dus dan vlieg je eerst naar München, naar Kopenhagen of naar Brussel. En dan vlieg je dan verder naar je eindbestemming. Dus zijn we erop vooruit gegaan? Nee. Nee. Goed, helder mevrouw. Als u zo hard nee zegt, oh meneer, nee. Dan is het gewoon nee. Prima. Dan, de kabelbaan. Dat is een discussie geweest die ook de afgelopen 5 jaar flink in Groningen heeft gespeeld. Dit was dan een schetsontwerp, lijkt precies op de IKEA. Er zou eerst een kabelbaan komen van de binnenstad naar het Europa-park. En de signalen waren aanvankelijk heel erg goed. We hebben een kwikscan gehad. Die was half positief. Ja. Goed. De volgende quickscan was half negatief, dus dat plan ging van de baan. En toen kwam er nog een idee voor een kabelbaan langs de Oosterhamrikade, maar die komt er ook niet. Dus je zou kunnen zeggen dat we de kabelbaan in Groningen definitief zijn kwijtgeraakt. Zijn we er op vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop. Nou, wat? Ja. Ik vind het toch. Hebben we niet over nagedacht over deze. Oh, achteruit. Jongen. Ook weg is dit. Het Holland Casino aan het Kattendiep. Dat was de fik van de eeuw natuurlijk. Er komt waarschijnlijk een nieuw casino aan het Somplein of de Martini Plaza. Maar het casino in de binnenstad zijn we kwijtgeraakt. Zijn we erop voor of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop vooruit gegaan. Ja. Ja hoor. Het Infoversum, dames en heren. Weet u nog dat Full Dome 3D-theater? Ja, het zit er nog steeds. Het is nu de Dot. Het zou 250.000 bezoekers per jaar moeten gaan trekken. Ter vergelijking, het Groningen Museum trekt nu 290.000 bezoekers per jaar. Tenminste, dat deze in het bouwjaar.
Dat is ook nog het geluk dat Bowie dat jaar overleed, kun je nagaan. Toch heeft de gemeente en de Rabobank in de rug hebben daar miljoenen in geïnvesteerd, maar het ging, ja, in een zucht ging het failliet. Mist u het Infoversum? Zijn we erop achteruit gegaan? Zijn we erop vooruit gegaan? We zijn erop vooruit gegaan. En dan tot slot wat de weg is, is dit. Misschien wel de meest ingrijpende verandering van 5 jaar stand van stad is dat deze hele oostwand is verdwenen. De Vindicat heeft een nieuw gebouw, de Merkt wordt nu gebouwd, het Forum is al herrezen achter het hooghoutlogo. Maar mist u misschien deze oude oostwand? Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop vooruit gegaan. Hier zie je toch wel een duidelijke zeg maar, tegenstelling tussen jong en oud. Hè? Zie je hier, u bent toch jong van hart, zegt u? Ja. Oké. We zijn erop vooruit gegaan. Alleen, meer mensen zijn erop vooruit gegaan. Wat zegt u, meneer? We verstaan u niet. Ik ben de notaris. Ik ben de notaris. Wat erbij is, is bijvoorbeeld de KNVB-beker voor FC Groningen. Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop vooruit gegaan. Wat er ook bij is, is de Nobelprijs van Ben Feringa. Zeg, oh, dat is zo. Een vies links elitair publiek is dit. Hè? Goed dat we stoppen. Goed dat we stoppen. We zijn erop vooruit gegaan. Wat er ook bij is, is dit. Ja, ik wil er toch eventjes een moment stilte voor inlasten. Het Damsterplein. Dat is een beetje mijn persoonlijke vete van 5 jaar stand van stad, dames en heren. We hebben ook een aantal suggesties gedaan om dit plein te verbeteren. We hebben ooit een suggestie gedaan om het gewoon weer in een soort van oude staat terug te brengen. Ja, ja, toen hebben we gedacht, ja, als dat niet kan, dan maken we er maar gewoon een alpine gebied van. Is ook niet gelukt. En wat zei Pieter Bregman, directeur van Nijenstee, ook alweer in 2013? Moet een beetje aan wennen, maar ik denk uiteindelijk mensen het mooi gaan vinden. Nou, vindt u het mooi inmiddels? Dat is de vraag, het Damsterplein. Oeh, we zijn erop achteruit gegaan. Wat er ook bij is sinds 2013 is deze man. Nou, die was er natuurlijk al, Hans Alders, maar nu is hij de nationaal coördinator Groningen. Ex-minister van Milieu, ex-koningssnabbelaar bij de GasUnie, ex-bestuurslid bij diverse Europese energie- en gasclubs. En nu dus nationaal coördinator Groningen. Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? Wat? Nou, wat een verrassende uitslag. Hè? Achteruit, Hansie. Prima. Ook nieuw in Groningen, kattencafés. We hebben er 2. Eentje op zijn kop aan de nieuwe Ebbingerstraat. En we hebben Poeslief aan de nieuwe weg. Het concept is simpel. Het zijn cafés waar katten worden geprostitueerd terwijl u aan een cappuccino nipt. Of zoals ik al eerder een keer in Stand van Stad zei, de enige cafés in Groningen waar je op zeker een poesje vindt. Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop vooruit gegaan, dames en heren. Ja. Ook erbij is de sekslijst van Vindicat. Het waren niet de beste 5 jaren van Vindicat. Het meest opvallende was de bankalijst. Alhoewel, was het wel zo'n sekslijst eigenlijk, Stijn? Waarvan ik nogmaals graag ook in het belang van de meisjes 1 keer wil zeggen dat het niet een sekslijst was. Want die meisjes zaten pas net op de vereniging. Maar een lijst met de mooiste meisjes. Ja, het was geen sekslijst, want de meisjes zaten nog maar net bij de vereniging. Dus er was er nog geen sekslijst. Dus zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop. Oh, dit is echt. Samen met. Oh, mevrouw. Ja, je weet het niet. Goed, we zijn erop achteruit gegaan. Pendelbusje. Het pendelbusje is erbij. Geen bussen meer in de binnenstad, maar pendelbusjes. Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn erop achteruit. Ze zijn voor u, hè, die pendelbusjes. De bed, bad en broodboot. Ja, voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Hè. Anders moeten ze op straat slapen. Dit was een initiatief van de gemeente zelf. Tegen het beleid van de regering in hebben ze dit hier besloten. Zijn we erop vooruit of zijn we op achteruit gegaan? Het is natuurlijk een beetje raar. Ik vind dat eigenlijk wel dat we erop vooruit zijn gegaan. Alhoewel dat soort iets bestaat, is natuurlijk eigenlijk belachelijk. De shared space. De Volkingenstraat, maar ook zo meteen natuurlijk, hè, de Westerhavengebied en zo. Die gele steentjes, voetgangers en automobilisten en fietsers mogen dezelfde ruimte delen. Nou, heel veel succes daarmee zou ik zeggen. Zijn we erop vooruit of zijn we erop achteruit gegaan? We zijn er toch, of oh, we zijn erop vooruit gegaan. Nou, dat is mooi. Dan dit, ja, Ten Boer. We hebben Ten Boer erbij gekregen de afgelopen 5 jaar.
7000 extra inwoners voor de stad Groningen. Voor de gemeente Groningen moet ik zeggen, zijn we er op vooruit of achteruit gegaan? We zijn er op vooruit gegaan. Nog even een kleine check. Het is nog niet zo ver, maar het gaat wel gebeuren. Haren er ook bij? Ja. Ja? Ja? Toch wel. We gaan niet stemmen, toch wel Haren erbij. En tot slot, dit was een Gronings fenomeen de afgelopen 5 jaar. De optopping. Dit is een mooi voorbeeld van een optopping. Dit is een mooi voorbeeld van een optopping. Dit is nog een mooi voorbeeld van een optopping. Ja, mooi hè? Wat vindt u ervan? Is de stad er door deze prachtige bouwwerken op vooruit of op achteruit gegaan? De stad die is er op achteruit gegaan. Daar ben ik door mijn balletjes heen. Het is een close call. Maar ik kan zo zien, dames en heren, dat we er op vooruit zijn gegaan. Ah.